Workshop Rampenbeheersplan voor erfgoedinstellingen van start. De vijfdaagse workshop voor het opstellen van een rampenbeheersplan voor erfgoedinstellingen die georganiseerd wordt door het Nationaal Archief Suriname is van start gegaan in de NAS-vergaderzaal. Dit gebeurde op 24 februari 2020. 20 erfgoedinstellingen participeren aan de workshop, welke duurt tot en met 28 februari. Het doel van deze workshop is om de erfgoedinstellingen bewust te maken van het belang en de noodzaak om een rampenplan te hebben voor hun organisatie. Onder andere zal aandacht worden besteed aan het identificeren van risicofactoren aan de collectie en het gebouw, preventie, rampenscenario's en het opstellen van een rampenbeheersplan. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.